Dat hadden we al even lichtjes overlopen. Dat wel bij de bankzitters bij Zultuari in de selectie. Was er ook nog Stan Braam als achtste man. Die is dus... En die voorzet levert ook niet op wat hij gedacht had. Dan ging Capon even naast de bal of voor. Die bal ook wat net te ver van de voet. En dus komt Philips er als doelman, als winnaar uit dat rechtstreekse duel. En het is eigenlijk niet met de voet dat Philips die bal klemt. Maar die blijft zo onder het lichaam hangen. En dus moet Botenberg gaan kijken. De thuisfans hebben hun oordeel al klaar. Het is nu wachten op een eindconclusie. Van Jan Botenberg. Er is een bedoeling om de bal te spelen, dat zeker. Wat is het verdikt? Niks aan de hand, ik blijf bij mijn eerste beslissing, zegt Botenberg. Ja, dat kan ook. Het gebeurt niet altijd. Daar zijn de bezoekers opnieuw, Fadera. Fadera krijgt hem voor en dan is er de redding van Philips. Maar er is daarna ook nog een overtreding gesignaleerd. Lessevier met de doelpoging. Mooi aangegeven door Fader. Bevestigt de prognose. Hormy. Bonen. Ja, Bonen gaat daar zijn kans. En verrast daar zowel verdediger Tsuka, die wegleed, als Bostin. Het heeft tot de extra tijd van de eerste helft geduurd. Veel volwassen doelkansen kreeg KV Oostende niet bij elkaar. Maar dat ging zo. Via Ambroos. Via Hornby. Knap vrijgelopen door Bonen. En dan voelde hij Tsuka even wegglijden. Ging hij met een gekruisschot zijn kans overhoeks. Door de benen. En langs Bostin. 1-0 KV Oostende. McGeehan in één tijd. Hornby. Ja, dat is de beste kopkans die hij al gekregen heeft. Zultuarigem blijft wel komen. En deze bal krijgt KV Oostende ook niet weg. En wat is het gevolg? Jelle Vossen die scoort. Met nog iets meer dan 20 minuten op de klok. Is het ook niet helemaal onverdiend natuurlijk, die gelijkmaker. Zat er ergens aan te komen. En dan merk je aan de reacties van kom, laten we nog wat haast maken. Misschien zit er meer in. McGeehan. Ja, dat is ook oké. Schitterend, want geen buitenspel van Atanga. Atanga legt hij de bal af. Atanga doet het zelf. Wou zo graag scoren. En brengt KV Oostende... Net nog een klein kwartiertje te gaan, toch 2-1 voor. Om hem te brengen als verse kracht. Weet je nog, doodgoed. En dan kijkt Jan Botenberg op het horloge. En dan wijst hij naar de stip. En dan is KV Oostende de winnaar van een fel bevochten driepunter.